Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 26 alweer hier in Zandvoort. De grote prijs van Nederland staat op het programma. Onze thuisrace. Waarom? We zijn Nederlander. Richard Verschoor is een Nederlandse autocoureur, dus hebben we eigenlijk een dubbel feest. Ook voor Verstappen is dit zijn thuisrace. En het team is ook volledig Nederlands, dus eigenlijk is het 4 thuisraces. De laatste keer dat er een team was met beide coureurs die Nederlands waren, was Spijker. Daar reden Robert Doornbos en Christian Albers. Goed verhaal! Nu zijn wij er dus met Richard Verschoor. En de kleuren gaan dus naar oranje, zwart-wit. De kleuren van Spijker vroeger. Daar heb ik mijn inspiratie op uitgehaald en dat wordt dus ook de kleurstelling van de auto. En bij die kleurstelling hoort ook natuurlijk de racepakken, de helmen en de teamkleuren. Die worden allemaal even aangepast. Nice. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je gewoon nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse Formule 1 22 content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. Dus abonneren en bel aanschakelen. Zo simpel is het. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. De auto is dus klaar door naar de helm. Die wordt dus ook oranje vanwege de thuisrace natuurlijk. En de pakken en de handschoenen allemaal even aangepast. In de vorige race hadden wij geluk dat er iemand uitviel. Daardoor kwamen wij toch nog in de punten terecht. Dat was al een flinke spoiler. Maar voor de rest ga ik niks meer veranderen. Oranje dus. Met zwart. En wit. En dat soort dingen namelijk. Hopelijk hebben wij ook een goede thuisrace. Ik verwacht niet zoveel van de kwalificatie namelijk. Waarom? De auto is nog niet 100% waar we willen zijn. Dus ja, dat wordt wel lastig. Helm dus aangepast, jazeker, op naar het racepak. Hier hoeven wij eigenlijk niet zoveel aan te veranderen. Waarom? De kleuren van de Nederlandse vlag zijn er al in verwerkt, zie ik. Rood en blauw. Jazeker. Dan nu nog even door naar de handschoen. En weer even alleen het oranje aanpassen. Yes, oké. Top, mooi. Pak aangepast, handschoen aangepast, auto aangepast, helm aangepast. Nu nog alleen even de teamkleuren, want die moeten ook oranje worden. Die oude handschoen mag weg. Zoals van seizoen 1 namelijk. Zo wit mogelijk. Misschien kunnen we dat nog even naar zwart maken. Waarom, dat past wel goed bij de auto. Oh, nu ik het zie. Het pak moet ook worden aangepast. Het pak moet ook worden aangepast. Dat moet zwart zijn, zie ik. Yes, top. Mooi. Nou, dat is compleet. Lijstje dus afgevinkt. Nu nog alleen even de teamkleuren aanpassen, want die moeten ook anders worden. Alles van de auto ziet er nog gewoon goed uit. Hoeft er niks voor worden aangepast. Teamkleuren moeten dus in de kleuren van de auto gaan worden. Dus, oftewel, dat dus. Mooi. De badge gaan wij niet aanpassen, daarvoor doen wij de moeite niet voor. Het is maar één race namelijk, dus de badge kan wel blijven zitten waar die zit. Maar goed, dan is het lekker op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 26 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in het zonnige Zandvoort. Leuk feitje, ik ben hier tijdens de vrije trainingen geweest, tijdens de Super Friday.
Ik weet niet of er nog meer mensen naar de Super Friday zijn geweest of überhaupt naar het Formule 1 weekend zijn geweest. Ik weet alleen dat de bankzitters naar de race zijn geweest. Dus ja, lekker boeiend. Maar wij hebben dus, mijn pa en ik, hebben deze auto's voor het eerst in levende lijven gezien in Zandvoort. Heel erg vet. Maar goed, terug naar de kwalificatie. Q1 belooft hopelijk niet te veel spannends. We moeten hier gewoon alles geven. Ik heb gemerkt dat daar een wijdere lijn nemen bij de eerste kombocht, dat je daar veel beter doorheen kan komen dan een scherpere lijn nemen die ik voorheen deed. Komen aan bij start-finish. En dan laten wij een 1.13.3 noteren met paars in sector 2 op 3/10 van Carlos Sainz. Maar dan zijn we inmiddels doorgewezen tot een P12 helaas. En ga ik hier rustig aandoen waarom mensen gaan naar buiten voor een outlap en die kunnen mij misschien in de weg zitten. En dat is niet de bedoeling. En dus moeten wij het hier even rustig aan gaan doen. Ik ben hier trouwens ook nog geweest tijdens de Dutch GT Masters van dit jaar. Wij stonden namelijk op een plek waar je eigenlijk niet mocht staan. En dat was bij de kombocht. Dus ja, dat was wel heel vet om te zien. Maar goed, dat even terzijde. We kunnen hier gewoon hopelijk doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Staan op dit moment op een P12. Is goed genoeg om door te kunnen komen, maar ik vertrouw de rest niet. Want de AI kan nogal sneller gaan tijdens het einde van de kwalificatie delen. En daar verpest ik helaas mijn rondje door veel te wijd in de eerste kombocht te gaan. Maar we hebben nog tijd voor een derde run, jazeker. We hebben nog tijd. En deze run moet goed gaan. Magnussen op een P13. Gasly op een P14. Wij dus op een P12. Ricciardo op een P11. En deze keer nemen wij de kombocht wel heel mooi, jazeker. Groen bij de Delta. Kom aan bij het einde van Q1. De vlag hangt uit hier. En dan verbeteren wij ons, jazeker. En dat is een P12. Zijn door naar het tweede kwalificatiedeel. Goed hoor. Dan zijn we aanbeland bij Q2 met ongeveer 2 minuten op de klok. We gaan het bij 1 run houden om een setje softbanden uit te sparen. En is het opbouwen en zometeen klankgas geven richting start-finish. Staan op dit moment op een P16. Iedereen is al door de eerste bocht heen gekomen. Die is bezig met een outlap. Die zijn bezig met een outlap. En dus hebben wij hier alle ruimte om hard te kunnen pushen namelijk. Dan zijn we aanbeland bij het einde van mijn run in Q2, die late bocht namen wij niet zo mooi. Sorry, die ene laatste bocht namen wij gewoon niet goed. En hebben wij nog power en energie voor een tweede run? Staan op dit moment op een P12. Maar ik denk dat ik het hierbij ga laten. En dat is een P12 op de startgrid. Jazeker. Goed hoor, Carlos Sainz naar de eerste plek. Verstappen P2, Leclerc 3 in Q2. Maar wij dus vanaf P12. Goed hoor. Is het op naar de race voor aflevering nummer 26. Daar gaan we dan. For years, the passionate Dutch fans have been easy to find trackside in races across Europe. Here, this weekend, it's even easier to find the Dutch fans as they have a race to call their own once again. A warm welcome to all of our viewers in the Netherlands and around the globe, of course, as we get underway for the Dutch Grand Prix. Zandvoort circuit then, 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout the 2.6 mile lap. It's time to take a look at our starting grid for today's race.
Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Max Verstappen, who will start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Perez, Lando Norris, and Fernando Alonso, Ricciardo, Ocon, Albon, and the Professor. Sainz, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Gasly, Mick Schumacher, and Magnussen. Russell, they've taken a grid penalty. Stroll, Yuki Tsunoda, and Daniel Ticktum. Richard Vachon, Schwartzman, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Joe, and Nicholas Latifi. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Why don't we discuss McLaren? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. Momentum moeten we dus meenemen in deze grote prijs. Dat gaan we zeker doen. Voorbereiden voor de Formation Lab, de strategie. Ja, dat boeit mij eigenlijk helemaal niks. Want de auto is gewoon niet goed. Flink wat wielspin. De achterbanden dus mooi opgewarmd. En moeten dus ervoor zorgen dat wij hopelijk... Want we trekken vanaf een P10. Waarom gridstraffen? Gridstraffen van de rest... Dus ja, rijden dus nu in de top 10, maar ik kan je verzekeren, terwijl we daar even een kleine fout maken, dat we dat niet lang gaan volhouden. En de strategie moet ook mee gaan zitten namelijk. Maar goed, dat zien we allemaal zometeen. Eerst de openingsronde zien te overleven. En dan wordt het gewoon kijken wat wij kunnen in deze grote prijs. 36 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Goed geparkeerd. En dan gaan we op beginnen voor aflevering nummer 26 van F1 22. My Team Career Mode, onze thuisrace, staat op het programma. Die staat op het punt te beginnen. De lampen gaan aan voor de grootprijs van Nederland. En ze zijn... Uit en we zijn onderweg. En we komen prima weg. Stroll, Albon gaat al gelijk die binnenkant proberen te verdedigen. Maar dat lukt helaas niet. We maken een divebomb. CE heeft wat problemen en duwen Albon daar wijd. Ocon, nee, lukt niet. Die zit een beetje klem met Daniel Ricciardo aan de buitenkant van die twee kijken hier. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. Op de exit. En dat is 2-1. Zijn naar een P7. De volgende heet dan Perez en Alonso die met elkaar aan het vechten zijn voor P5. En Perez daar aan die binnenkant, jazeker. En dat is P6. Goed hoor, nu door naar Fernando Alonso. Maar Perez zit daar terug aan te vallen aan de binnenkant. We moeten ruimte geven aan de Mexicanen, dat doen we ook mooi. En dat is nog steeds P6. Goed gedaan. Dan zitten we in ronde nummer 6 van de race. Als we daar aan de buitenkant kijken van Alonso. Die heeft een klein kwispelmomentje met de achterkant. En Alonso gaat hier heel hard verdedigen. Is hier helaas een touché en wij moeten op het gras de auto verloren. En daardoor is het gat naar Norris al opgelopen tot 3,5 seconden. Hebben nu Perez achter ons en weet wel, wij rijden op de softbanden. Dus wij moeten eerder naar binnen dan de jongens voor mij en achter mij. 3,7 seconden naar Lando Norris. Dat gat wordt alleen maar groter en groter. En Perez zit dit keer echt te kijken voor een aanval. Maar hij kan hem niet plaatsen. We lijnen de auto gewoon goed op. Perez kan hier even helemaal niks. Hier dan op het rechte stuk. Perez kijkt naar de buitenkant. Maar lukt niet, want wij duwen hem daar mooi wijd. Dan zitten we in ronde nummer 11 van de race. Als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag... Kijken waar wij zo meteen terugkomen en of wij een undercut kunnen proberen op de jongens voor mij. Ook Verschoor is naar binnen. 2,5, een goede pitstop, jazeker. En zijn dus naar de harde band gegaan.
Dan is de vraag, hoe goed is onze outlap? Komen we mooi voor Albon weer de baan op? Want die had een undercut op ons gepleegd. En Schumacher dus naar een P19. Wij dus naar een P17. Moeten dus nu heel hard knokken en trappen voor wat we waard zijn. Want Perez houdt daar de boel op, zie ik. In sector 2. Perez is daar een treintje aan het vormen. En wij moeten daar zo snel mogelijk naartoe zien te rijden. Dan zitten we in ronde nummer 18 van de race. Als heel veel mensen naar binnen duiken. En hopelijk komen wij mooi voor die jongens terecht. Dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. En jazeker, komen we weer terug op een P5. Hoppata. Hebben iedereen dus geundercut. Jazeker. Goed hoor. En op de harde band moeten wij niet meer naar binnen. We hoeven dus niet meer naar binnen. En zitten in ronde nummer 19 van de race. Dan zitten we in ronde nummer 31. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd. Behalve dat Carlos Sainz dit keer naar ons is toegereden. En Alonso noteert de snelste raceronde met een 1.14.5. Sainz kan hier niet aanvallen. De gearbox heeft wel wat mankementen, dat hoor ik. Maar voorlopig alles goed en dat het zo moet houden, blijven, lopen. Wij verprutsen die ene laatste bocht echt heel hard. En daardoor kan Carlos Sainz naar ons toe rijden. Heeft ook DRS. We gaan wat van de lijn af. En Sainz zit te kijken aan de buitenkant. Maar wij remmen ultra laat. Heel laat, zoals Viaplay dat zegt. Ultra laat. Het is gewoon heel laat. Diep laat. Wat je maar wil. En wij houden nog steeds stand op een P5 in ronde nummer 32 van de race. Nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. En hier kan Carlos Sainz helemaal niks. Alhoewel, probeert het daar wel aan de buitenkant. Maar op dit krappe gedeelte kan je er niet zo makkelijk voorbij. Wij blokkeren de Spanjaard. Hier kan Sainz aan de binnenkant kijken. We sturen in en daar is een touché, want Sainz gaf niet op. De auto. Auto's raakten elkaar en dan zitten we in ronde nummer 33 als Sainz het daar opnieuw probeert aan de buitenkant in bocht nummer 1. Dat lukt net niet, want wij duwen hem daar mooi wijd. En Albon en Sainz knokken nu om P6. Wij dus naar een P5. Het zou heel mooi zijn als dat gaat gebeuren in onze thuisrace. Mede dankzij de pitstops. En een uitvalbeurt van een Mercedes. Dat is volgens mij George Russell. Sainz probeert het. Sorry, Albon probeert het. Mijn fout. Albon probeert het aan de binnenkant, maar dat lukt niet. Sainz zit dit keer weer te kijken bij Albon. En Russell, net als in de vorige race in België, tegen het einde van de wedstrijd viel hij ook uit. En dit keer is het weer raak voor de Britse coureur. Maar wij schieten er niks meer op. Waarom? Russell reed achter ons. Ik heb vandaag iets met mijn spraak. Ik weet ook niet waarom. Maar Sainz zit daar aan de buitenkant weer te kijken. Lukt niet. We houden stand in de ene laatste ronde van de race. Russell dus uitgevallen in de wedstrijd. Aan boord bij de Britse coureur. Die was op jacht volgens mij naar een Alpine. En de motor begeeft het. De Mercedes motor begeeft het. Net als in Spa-Francorchamps. En Russell moet hier de strijd staken. 0 punten voor de Brit. Jammer, maar helaas. Dat is pech gehad. En dan zitten we in de laatste race. Laatste ronde van de race. Sorry. Laatste ronde van de race. Terwijl daar in één keer 3 wijd hier. Maar we houden stand. We houden gelukkig stand. Ik schrok me even kapot. Ik denk, wat gaat er nu weer gebeuren? Maar ja, Sainz en Albon wisten daar nog wel raad mee. Wij gaan hier dus als een 5e plek over de finishlijn. Onze ene beste resultaat ooit. Want onze beste resultaat op 4e plek in Hongarije. Sainz kan hier niet van profiteren. En wij pakken dus een 5e plek in onze thuisrace op naar de volgende wedstrijd. Alright, race over. Take care of the car on the way in. A difficult race then on a circuit that demands complete concentration, but they persevere to take the win here today. Napoli Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament.
they were able to keep their head when everyone around them was losing theirs, and that has allowed them to get the best out of the car to maximise the strategy and stay out of trouble. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe, a world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de race. Charles Leclerc wint dus de grote prijs van Nederland. Pak als snelste racerondepunt. Verstappen naar P2. Norris op P4. Hamilton op het podium. En wij krijgen driver of the day van P10 naar een P5. Jazeker, goed gedaan. Richard Verschool op een P20 valt wat terug, maar het is geen probleem. En wij pakken een P9 af van Fernando Alonso. En P6 in het constructeurskampioenschap. Jazeker, goed gedaan. Echt goed gedaan, dat is zeker heel mooi om te zien. Het team acclaim dus met mezelf en Richard, dat is gewoon goed. Verschoren die presteert nogal wat ondermaat, maar goed, ja, dat geeft niks. Hij is nog niet zo goed als Oscar Piastri. Waarom? Het is gewoon nog een rookie. Daarom. Hij heeft ook wat schade gereden, 89k erbij. Met flink wat sponsorengeld. In totaal is dat $5 miljoen op de bank. Goed hoor, daar kunnen wij faciliteiten van gaan kopen om de auto nog beter te maken. Maar goed, dat zien we allemaal in de volgende video. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Gaat iemand stoppen met de Formule 1? Ricciardo stopt ermee. Daniel Ricciardo stopt ermee. Oké, dat is even wat anders. De Honey Badger houdt het voor gezien. Maar goed. Ja, nogmaals, heb jij genoten van deze grote prijs? Beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben jij nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien op dit kanaal? Gewoon abonneren, abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race en video meer van mij mist. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Janan mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer!